Na het parsen van onze document object model kunnen we overgaan naar de opmaak van onze webpagina's aan de hand van de zogenaamde CSS object model. Nu, bij het maken van een webpagina kunnen we typisch onze opmaak, dus onze CSS, heel mooi logisch gaan opsplitsen van onze structuur van onze webpagina, dus de HTML. Omdat we die CSS en de HTML apart hebben, als gevolg daarvan kunnen webbrowsers ook deze DOM en deze CSS object model mooi in aparte stappen gaan verwerken. Dus net als onze document object model is onze CSS object model eigenlijk een gewone boomstructuur, maar in tegenstelling tot onze document object model bevat deze boomstructuur hier opmaakregels die afgeleid zijn van onze CSS bestanden. Nu, de stappen die nodig zijn om die CSS object model te verwerken zijn eigenlijk heel analoog aan die van de verwerking van onze document object model. Hier wil ik nog een belangrijke kanttekening maken, en dat is het feit dat de inhoud van deze boomstructuur, alle opmaakregels, gaan eigenlijk neerwaarts ook toegepast worden op elk kind van deze node. Ofwel rechtstreekse kinderen, ofwel onrechtstreekse kinderen. Dus die regels gaan eigenlijk neerwaarts gaan cascaden. Dus vandaar ook de term cascading style sheets, dus CSS. Nu, hier achter mij kan je een voorbeeld zien van zo'n verwerkte CSS object model, waarbij we bijvoorbeeld hier in de root van onze boom een body tag met font size 16 als regel kunnen zien. En we kunnen zien dat die regel eigenlijk ook neerwaarts gecascade zal worden op elk van de kinderen van die node. Tenzij deze expliciet overschreven wordt, uiteraard. Nu, belangrijk om te weten bij het verwerken van deze CSS object model is dat CSS verdere rendering zal blokkeren. En dat is eigenlijk omdat webbrowsers altijd zullen proberen vermijden om een zogenaamde flash of unstyled content te gaan verkrijgen. Waarbij dat zo'n flash of unstyled content is dat je eerst een webpagina ziet zonder opmaak en dan plots diezelfde webpagina met opmaak. Dus webbrowsers zullen typisch die flash gaan proberen vermijden door eigenlijk de eerste rendering te gaan blokkeren totdat onze CSS volledig ingeladen is. Nu, om die blokkering zoveel mogelijk te gaan verbergen voor de eindgebruiker, moeten webontwikkelaars eigenlijk hiermee rekening houden en bepaalde optimalisaties gaan uitvoeren. Een eerste makkelijke optimalisatie is dat webontwikkelaars de CSS zo vroeg mogelijk in de HTML kunnen gaan plaatsen. Een tweede ding is dat de webontwikkelaar misschien moet overwegen om geen gebruik te maken van de CSS import syntax, maar eerder gebruik maken van grote CSS-bestanden die dan in één keer zonder extra HTTP-requests ingeladen kunnen worden. En het kan soms in bepaalde gevallen zelfs nodig zijn om bepaalde hele kritieke CSS misschien te gaan inlinen in onze HTML-bestanden. En tot slot, de laatste ding die ik hier wil vermelden, is dat je ook gebruik kan maken van bepaalde media queries bij het inladen van CSS-bestanden, waardoor bepaalde CSS enkel ingeladen wordt indien je mobiele toestel bijvoorbeeld in portrait mode gebruikt wordt, of enkel wanneer je de webpagina bijvoorbeeld wilt afdrukken.